Ja. We hebben vandaag een installatie en dat willen we eigenlijk nu gelijk gaan doen. En dat betekent dat we een nieuw jeugdlid hebben wat al een tijdje met ons meeloopt. Wat al ooit geïnstalleerd is binnen de groep. En dan ga ik Gerard naar voren vragen. En even een bijzonderheid. Het is jouw 100ste. Ja, het is mijn 100ste die ik ga installeren. En dat ben jij geworden. Want ik heb van Ed ooit begrepen, als je de 100ste geïnstalleerd hebt, moet je stoppen. Want Ed is gestopt met leiding geven en doet alleen maar ondersteuning. Het was zo. Maar zullen we het maar niet doen, hè? Nee, bij jou zeker niet. Jij mag gewoon niet weg. We gaan vandaag Gerard installeren, maar Gerard heeft ook nog bij een andere scoutinggroep gezeten. Welke groep was dat? De vervelendste groep die er maar is. De waterscouting. De waterscouting. De Willem de Zwijger. Maar niet de vervelendste. Het was niet de groep. Het was niet de groep waar jij goed bij paste. En jij past bij ons hartstikke goed. En we vinden het gezellig dat je bij ons bent. En dat betekent eigenlijk al dat jij de wet ooit al gehoord hebt en afgelegd hebt. En we eigenlijk voor de Wegelaar de belofte gaan afleggen. Dus dan mag je je omdraaien. Dan mag je mij je linkerhand geven. En dan mag je mij na gaan zeggen. En dan mag iedereen mag een half saluut geven van de scouts. En dan mag jij ook. Ik heb het echt even gekregen. Met je linkerhand. In dit geval doen we hem even zo voor jou. En de rest doen we met de goede hand. Want bij scouts, als je installeert, geef je de hand met links. Die eraan zit. En dan wil ik eigenlijk je broer nog even hier hebben. Want jouw broer moet ondertussen de vlag gaan vasthouden voor mij. En dat doet hij samen met Stacy, want we gaan jouw hand deels ook op de vlag leggen. En dan wacht hij hier onderdoor. En dan hier op de grond. Dan gaan we één keer omslaan. Zo. Hou jij hem die kant vast. Jij de hand er zo op. Ik beloof mijn best te doen. Ik beloof mijn best te doen. Een goed scout te zijn. Een goed scout te zijn. Iedereen te helpen waar ik kan. Iedereen te helpen waar ik kan. En me te houden aan de scoutingwet. En me te houden aan de scoutingwet. Dan mag je je omdraaien, dan mag je iedereen aankijken. En dan mag je deze hand loslaten. En dan mag je zeggen, even je hand omhoog nog steeds. Jullie kunnen op me rekenen. Met de goede hand. Jullie kunnen op me rekenen. Jullie kunnen op me rekenen. Nou, dankjewel. Mag je omdraaien, dan gaat de vlag weer zo omhoog. Tadaa. En nou gaan we iets heel bijzonders doen. Want wat het meest bijzondere is, is dat jouw moeder ook lid is van de groep. En dat betekent bij deze bijzondere actie, iedereen saluut af, sorry. Dat is voor mijn automatisme, excuus. Al die mensen kramp in de armen, kunnen niet meer eten nu. En dan is het meest bijzondere, dan ga ik jouw moeder naar voren roepen. Dan mag jij blijven staan. Mama, kom jij erbij, Greet. We hebben hier de das. En dan mag jij je eigen zoon de das omhangen. Sowieso. Ja, dat doet de das om. En dan ga ik je vader even vragen aan deze kant, want die kan het beste hier een foto nemen. Filmen, ik weet niet wat papa aan het doen is. We hebben een veiligheidsspel. Nee, hebben we niet nodig. Gaan we niet prikken. Nee, dat vind ik ook wel leuk voor de installatie. Ja, nee, want ik weet wat jij wilt doen. Hey, eindelijk een... We hebben bijna een opstrijd ding, joh. Sommige kennen jullie nog vandaag. Ja, helemaal. Dankjewel, Gert. Dankjewel. Ja, zo slecht. Helemaal blauw is die. Nee hoor, hou de handen maar weg. Ik weet nog hoe ik het bijzonder wat vond dat mijn moeder destijds als oud kabouterleidster, want toen had je nog bij de meisjes heet het kabouter, bij de jongens welpen. Nou ja, daarom ben ik gek op kabouters, ik weet niet hoe dat komt. Ze zag toen lopen met van die pommetjes. Vandaar deze genoemde kabouter als cowboy. Vandaar dat ik nou jouw moeder gevraagd heb van, zou je het leuk vinden om bij je zoon de das op te hangen? Nou, de das heb je. Als je lid bent van de Wegelaar, krijg je twee badges. Eén badge voor op je t-shirt aan deze kant. En één voor dadelijk voor op je vest voor het winterseizoen. Dus die twee krijg je van mij ook. Alsjeblieft. Ja, we zijn helemaal compleet. Ga ik je nogmaals een linkerhand geven. Dankjewel. Nou, gefeliciteerd dat je geïnstalleerd bent als lid van de Wegelaar. En ik zou zeggen, dat is een applausje waard. Ik wil voorstellen dat we gaan beginnen met de soep. Ik ga de pan tomatensoep eraf halen. De deksel gaat eraf. En dan kunnen we zelf of even leiding vragen om op te scheppen van de soepen. Ja.